Welkom bij Wij Zijn TV. We gaan vandaag in gesprek met Maurits van Martels. En daarom zijn we afgereisd naar Hessum, vlakbij Dalfsen. Hallo Maurits. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een indrukwekkende loopbaan gezien op internet en van jou gehoord ook ten dele. Gezinsman, boer, wethouder in de gemeente Dalfsen en sinds kort ook politicus in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Ik wil die punten even graag met je doorlopen. Kun je iets vertellen over je gezin? Gezin? Nou, getrouwd in 1993. Inmiddels getrouwd met ME. We hebben drie zonen. 1994, 95 en 98 zijn de drie zonen geboren. Justus, Ewout en Floris. Inmiddels zijn die drie zonen alweer uit huis. Twee studeren er in respectievelijk in Groningen en in Rotterdam. En eentje doet de hogere landbouwschool in Dronten. De hogere landbouwschool, dat is vast niet toevallig met het beroep van zijn vader. Nee, dat is zeker niet toevallig. De oudste zoon die dacht van, ik zie wel wat in die agrarische sector. Eigenlijk wil ik daar wel in door. En die besloot om een agrarische opleiding te volgen en die wil er ook iets mee gaan doen. Want hoe ben jij zo boer geworden? Vader op zoon. Mijn vader had al een melkveebedrijf. En ik ben de jongste van vier kinderen, maar ik was de enige die dacht van, ik wil eigenlijk door met die koeien. En helemaal mijn zinnen gezet om in ieder geval melkveehouder te worden. En dat is gelukt. En heb je alleen melkvee of doe je ook nog aan landbouw? Nee, eigenlijk staan alle grond die we tot onze beschikking hebben, staat in dienst van de melkveehouderij. Dus veel weilanden, veel grasland, 34 hectare weiland en 8 hectare mais. Oké, het is dus een familiebedrijf van vader op zoon en ja. Misschien weer van vader op zoon. Kun je iets vertellen over je dieren? De dieren, we hebben ruim 100 melkkoeien. Het is overigens niet zo dat die oudste zoon zegt, ik ga hier het bedrijf overnemen. Dat niet, want hij is eigenlijk heeft meer zijn zinnen gezet op akkerbouw en meer iets te gaan doen in de techniek. Dus dat staat nog allemaal niet vast. Maar we willen voorlopig in ieder geval het bedrijf in stand houden. En dat doen we gewoon op basis van het feit dat ik nu in Den Haag werk en dat er een vaste medewerker is, of een vaste partner is het. Het is niet geen medewerker, het is een partner in de VOF. Robert Blauw uit Vilsteren en die doet eigenlijk het reguliere werk momenteel. Maar nou slaan we eigenlijk even nog een stap over, want je zit sinds kort in een andere situatie. Maar je bent ook heel lang al in de gemeentelijke politiek. Vertel daar eens wat over. Ja, eigenlijk heb ik van jongs af aan was ik geïnteresseerd om in ieder geval bestuurlijk actief te zijn. En ik heb allerlei functies gehad bij de Rabobank, waterschap, bij de zuivel, de mengvoedercoöperaties bestuurlijk actief geweest. En op een gegeven moment werd ik in 2006 gevraagd of ik lid wilde worden in de gemeenteraad in Dalfsen. Toen ik eraan begonnen was, toen dacht ik van, nou is dit wel iets voor mij. Maar naarmate ik wat langer actief was in die lokale politiek, vond ik het eigenlijk steeds leuker worden. En toen in 2010 de mogelijkheid kwam om wethouder te worden, heb ik het natuurlijk met beide handen aangegrepen. En inmiddels ben ik dus 7 jaar vanaf 2010 wethouder in de gemeente Dalfsen. En wethouder zijn is ook al een fulltime job. Dus toen moest je denk ik al iets gaan regelen voor je bedrijf. Ja, toen kwam natuurlijk direct al om de hoek kijken van hoe ga je dat thuis nog doen. Want het is belangrijk om te zeggen van het werk op de boerderij moet doorgaan. En de wethouderschap moest ook goed vervuld worden. Uiteindelijk hebben we direct gezegd van er moet iemand bij komen. En dat is inderdaad Robert Blauw geworden. En zo hebben we dat toen vanaf het eerste uur vanaf 2010 eigenlijk al goed geregeld om goed aan te pakken denk ik. In de periode dat je wethouder bent geweest, had je toen ook landbouwgerelateerde zaken in je portefeuille? Ja, in 2010, in de eerste periode toen ik wethouder was, toen had ik inderdaad landbouw in mijn portefeuille. Inmiddels in de tweede periode als wethouder niet. Maar wat ik wel in mijn portefeuille had als wethouder en vanaf de eerste uur was echt sociaal domein, dus de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. En daarna sport en recreatie en toerisme. Dat is heel uiteenlopend. Ja, heel breed. Dus dan moet je ook breed oriënteren. En in het begin was het natuurlijk best moeilijk om je daar, in ieder geval de onderwerpen die daar speelden in die verschillende disciplines, om die je eigen te maken. Maar als je maar met de juiste mensen in het veld spreekt, dan krijg je vanzelf een heel goed beeld van wat echt relevant is en wat niet. En op een zeker moment dacht je, die landelijke politiek is ook wel iets voor mij. Hoe ging dat? Ja, dat heb ik eigenlijk vanaf 2010 meteen gezegd van, kijk, als je wethouder bent is het heel mooi, maar je moet er ook weer niet te lang in blijven hangen. Dus vanaf de eerste dag eigenlijk heb ik mezelf al duidelijk gemaakt, 1 periode is te kort om wethouder te zijn en 3 is te lang. Dus nu ben ik aan het eind van die tweede periode gekomen en dan ga je links en rechts om je heen kijken van, ja, wat is de volgende stap die je kunt zetten?
En dan is de landelijke politiek een mogelijkheid. De provinciale politiek zou een mogelijkheid zijn geweest. Maar ik heb gewoon gesolliciteerd naar die, om op de lijst te komen voor de Kamerverkiezingen. Kijk, je moet dus solliciteren om op de lijst te kunnen komen. Ja, je moet zeker solliciteren, want anders hebben ze geen weet van het bestaan van mij of van iemand anders. Dus nee, je moet inderdaad solliciteren. En dan binnen het CDA was die mogelijkheid werd geboden door gewoon een brief te schrijven. En ik weet wel dat er toen volgens mij zo'n beetje 300 mensen zich hebben aangemeld. En er was maar voor 50 mensen plek op de lijst. Dus het was een strijd om op die lijst te komen. En hoe heb je dat aangepakt? Nou, step by step zou ik maar zeggen. Gewoon eerst een goede brief schrijven en vervolgens hoop je dan dat je bij de mensen behoort die in ieder geval door die eerste schrifting komt. Dat was het geval en vervolgens zijn er allerlei sollicitatiegesprekken gevoerd. En de sollicitatiecommissie heeft toen een lijst samengesteld. Die werd gepresenteerd aan het bestuur en het bestuur heeft uiteindelijk de definitieve lijst opgesteld. Op Facebook staat de integrale brief ook afgedrukt. Ja, nou ja, als je eenmaal op die lijst staat en ik stond op plek 44, dan is het even de vraag van hoe kom je dan alsnog in de Kamer? Want die plek 44 geeft geen enkele kans, illusie om ooit in de Kamer terecht te komen. Dus dan moet je natuurlijk, ja, als je jezelf wilt verkopen, zeg maar, dan moet je wel actief zijn op social media. En een van de aandachtstrekkers was eigenlijk een brief gericht aan de premier en Mark Rutte. Om in ieder geval duidelijk te maken waarom ik graag in de politiek wil. En dat is wel zo'n succes geworden, die brief. Die heeft in ieder geval wel alle aandacht op mij gevestigd. Want heb je enig idee hoe vaak die brief bekeken is? Ja, het staat op Facebook. Inmiddels is hij 131.000 keer weergegeven. En een enorm bereik heeft die brief gehad. En toen wist in ieder geval de agrarische sector dat er weer een kandidaat uit de landbouw zich verkiesbaar gesteld heeft. Is het beleid van jouw partij, de CDA, specifiek belangrijk voor boeren? Ja, ik denk dat het beleid, tenminste het beleid dat het CDA voorstaat, altijd in het belang van de boeren is geweest. Dan zijn er wel meer partijen die dat belang voorop stellen van de agrarische sector. Maar er zijn ook heel veel partijen die dat niet doen. En wat inderdaad van wezenlijk belang is, dat er in ieder geval een meerderheid wordt gevormd van de partijen die het boerenbelang voorop stellen. Jouw verkiezingskreet was ook meer nuchter boerenverstand in de Tweede Kamer. Ja, meer boerenverstand in de Kamer. En dat bedoel ik natuurlijk in de meest letterlijke zin van het woord. Dat ik vond, of vind nog steeds, dat er meer kennis van zaken moet zijn over de landbouw. En dat wil ik graag benadrukken. Maar ook in de figuurlijke zin van dat er gewoon een heleboel zaken op een nuchtere manier bekeken moeten worden. En dat er geen ad hoc politiek wordt bedreven. Dat niet teveel alles op emotie gebaseerd is, maar ook op de feiten. Dus dat wil ik in ieder geval benadrukken. Heb je een specifieke missie binnen de Tweede Kamer? Die missie inderdaad, die heb ik wel. Want wat ik in die brieven hoorde is van dat er geen zwabberpolitiek wordt bedreven. Dat er een consistent beleid is. Dat er oog is voor de belangen van de agrarische sector. En dat er erkenning en waardering komt voor de boeren. En die mis ik nu. Onze export wordt ook voor een groot deel gevormd door alles wat de boeren produceren. Zeker. Ik bedoel, als je ziet wat voor omzetten wordt gerealiseerd alleen al door de agrarische sector. Wat dat betreft is Nederland een van de grootste exporteurs op economisch gebied. En de agrarische sector levert daar een enorm belangrijke bijdrage aan. Dat economische belang is evident, maar ook het sociale en maatschappelijk belang van de sector is belangrijk. Ook dat moet je steeds weer benadrukken, dat het platteland met name wordt gevormd door de boeren die hier in Nederland actief zijn. En laten we er nou voor zorgen dat die ook dat steuntje in de rug verdienen dat ze echt nodig hebben. En waar ze echt ook om smeken, zou ik haast zeggen, want die erkenning en die waardering die heb ik enorm gemist de afgelopen jaren. Denk je dat Nederland rijp is voor een nieuw ministerie van Landbouw? Zeker. Ik bedoel, dat is een van de speerpunten van het CDA-beleid, dat er weer een ministerie van Landbouw komt. Dat is belangrijk vanwege het feit dat je daarmee ook laat blijken dat die sector van evident belang is. Maar je laat ook zien dat er misschien ook met meer kennis van zaken tot stand worden gebracht. En in het buitenland begrijpen we nog steeds niet dat er geen ministerie van Landbouw in Nederland is. Want zoals gezegd, een van de grootste exporteurs ter wereld en het heeft geen ministerie van Landbouw. Onbegrijpelijk in de ogen van heel veel buitenlanders. We staan nu vlak voor Pasen. Je hebt inmiddels je entree gehad in de Tweede Kamer. Hoe verliep dat en hoe gaat überhaupt de gang van zaken in de Tweede Kamer? Nou ja, mijn echte entree heb ik nog niet gehad, want het is gebruikelijk dat je ook een maiden speech houdt. Die is er nog niet geweest. Ik heb wel aan de interruptiemicrofoon kunnen staan, dat is wel gebeurd. Maar die maiden speech die zal wel deze week of volgende week plaatsvinden, denk ik. En dat is de echte entree. Maar van de andere kant, wat is mijn eerste indruk in Den Haag? Nou, in ieder geval dat het vrij hectisch en dynamisch aan toe gaat.
En dat je natuurlijk je partijgenoten moet leren kennen, je fractiegenoten moet leren kennen. Je wilt zien hoe het gebouw, hoe dat, als je, daar kun je ook in verdwalen. Dat is een groot gebouw, dus ik moet mijn plek nog zien te vinden in het gebouw. En ik wil mijn collega's van andere partijen leren kennen. Daar gaan we wat weekjes overheen, denk ik. Dus dit zijn nog maar de eerste 2 weken. Uiteindelijk ben je boer geworden uit liefde voor de dieren en natuurlijk ook om het familiebedrijf voort te kunnen zetten. Kom je nu nog steeds aan je dieren toe? Als wethouder was ik nog in de mogelijkheid om 3 keer per week te melken. Dinsdag, donderdag en zondagochtend. Ik denk dat ik nu alleen nog op zondag actief kan zijn om te melken en om te voeren. Dus nee, dat houden we er zeker in die ene dag in de week om dan aandacht te besteden aan het bedrijf. Zodat je ook nog weet wat er speelt en dat je alle koeien nog even onder ogen hebt. Dus dat is heel belangrijk en ook leuk vooral. Wat voor portefeuille heb je toebedeeld gekregen? Gelukkig ook wel een deel van de landbouw. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik met name gekozen door denk heel veel collega's van mij. Het is wel zo dat een aantal zaken binnen de landbouw worden door Jacco Geurts behartigd binnen het CDA. Die heeft dat op een fantastische manier gedaan de afgelopen 4 jaar. Dus dat is in goede handen bij hem. Dus welke onderwerpen heb ik in mijn portefeuille? Ik heb delen van de landbouw, onder andere biotechnologie, biomassa, de glastuinbouw, dierproeven. Maar daarnaast ook andere onderwerpen zoals het spoor, recreatie en toerisme en delen van de sport. Dus een hele gevarieerde portefeuille waar ik wel goed mijn ei in kwijt kan, denk ik. En de sport heeft ook op een andere manier nog je warme belangstelling? Zeker, ik bedoel, eigenlijk ben ik een sportfanaat. En als er over sport gesproken kan worden, dat grijp ik altijd aan. Ik voetbal nog steeds in Vilsteren, in het derde van Vilsteren. Dus dat doe ik al inmiddels 48 jaar. Ik ben op mijn 8e begonnen, ik ben nu 56. Nog nooit een jaar overgeslagen, dus seizoen 48 inmiddels. En die sport die wil ik gewoon blijven beoefenen. Is ook heel belangrijk. Als je de hele week in Den Haag zit, dan wil je gewoon ook in het weekend sportief bezig zijn. Om nog even te zorgen voor A, voor gezelligheid. Maar ook B, dat het natuurlijk voor je lichaam goed is om actief te zijn erbij. Dus dat houden we erin. Je leven is dus wel drastisch veranderd nu je Tweede Kamerlid bent. Hoe gaat het in de toekomst verder, denk je? Ja, mijn leven is wel veranderd. Maar van de andere kant, toen in 2010, toen ik wethouder werd, toen was die overgang misschien nog groter. Toen werd ik van boer, ging naar wethouder. Dat is al een hele stap. En ik denk dat deze stap relatief makkelijk gemaakt kan worden. Alhoewel je natuurlijk wel te maken hebt met het feit dat je werk nu echt buiten je gemeente gaat plaatsvinden. Je hebt natuurlijk reistijd, je gaat veel meer bedrijfsbezoeken gaan er plaatsvinden. Elders in het land, dus je bent echt veel meer op pad. Maar inhoudelijk gezien denk ik dat het ook heel veel overeenkomsten zijn. Dus ik neem aan dat ik daar redelijk snel kan thuis voelen in Den Haag. Maurits, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En volgens mij zijn je dieren het er ook hard mee eens. Ik hoor geen boegeroep, dus dat zal wel goed zitten. Goed.